Ik heb vanmorgen niet eens gevraagd wat hij gaat spreken, want het is niet de boodschap die Co gaat brengen. Het is Gods woord voor vandaag wat gebracht gaat worden. En ik weet dat jij daar ook op die manier naar kijkt. En ik wil dankbaar voor jullie komst. Ook weer, jullie zijn vrienden van de gemeente al vele jaren. En ik wil graag je uitnodigen om te komen spreken. Geef hem een warm welkom. Mensen, staat hij aan? Ja, hij staat aan. Nou, zoals Hubert al zei, mijn naam is, voor de mensen die mij nog niet kennen, is Co Kempeneers. En we zijn 13 jaar een voorgangers-echtpaar geweest in Nederland, in twee verschillende gemeentes. En dat hield op te bestaan in 2014. En God duwde ons een andere richting op en toen zijn we via een bevriende voorganger zendingsreizen gaan maken. We hebben dat voorgangerschap losgelaten. En God die had een andere richting voor ons, een andere bedoeling. En sinds 2014 hebben we al een heel aantal zendingsreizen gemaakt naar verschillende landen. En binnenkort zullen we weer een zendingsreis maken. In september gaan we voor een maand naar Suriname en Curaçao. 2 weken Suriname en 2 weken Curaçao. En we doen dat met heel veel plezier en met heel veel overgave. Er zijn zelfs vrienden van ons uit Curaçao overgekomen. Zwaai even naar me. Ja, geweldig. En we doen dat met heel veel plezier en met heel veel overgave. En in elke zendingsreis zien we, dat had God ook beloofd in 2014, als je mijn woord zal prediken, dan zal ik meewerken met wonderen en tekenen. En overal waar we komen zien we dat God mensen aanraakt, dat mensen hersteld worden, dat mensen aan een gemeente worden toegevoegd. Er zijn al honderden mensen in onze bediening tot bekering gekomen en daar geniet ik elke keer ontzettend van. En God geniet er nog meer van volgens mij. En vandaag hebben we een uitnodiging gekregen om het woord bij jullie te prediken waar ik heel blij van ben. Overigens de laatste keer dat we hier waren was op 6 november... toen Steven en Rita hier spraken, hebben we een geweldig woord van de Heer gekregen. En de Heer is dat nog aan het uitwerken. Dus dat komt helemaal goed. Waar ik vandaag over wil spreken met jullie, is waar is jouw focus op gericht? Wat is jouw goal? Waar kijk je naar? Waar ben je mee bezig? Heel vaak is het zo dat door omstandigheden en dingen die in ons leven gebeuren, heel vaak onze focus veranderd wordt. En dat is het doel van de tegenstander van God. Die wil dat je focus niet op Jezus is of op zijn koninkrijk, maar dat jouw focus is op omstandigheden. En daar gaat mijn boodschap over. Er staan verschillende verhalen in het Oude Testament, ik ga er eentje noemen zometeen, waarin een persoon een opdracht krijgt van God, maar hij zijn eigen inbreng daarin brengt. En dat maakt dat zijn focus niet meer op die opdracht van God gericht is, maar op zijn eigen karakter. En dat brengt hem in grote moeilijkheden. We gaan een stukje lezen uit 1 Samuel 15. Mag ik dat flesje van je? In Samuel 15. Even van tevoren iets, voordat we gaan lezen, iets uitleggen. Toen het volk van God door de Schelfzee ging, toen ze uit Egypte bevrijd werden, ze waren nog maar net met z'n allen door die Schelfzee, toen was er een volk van de Amalekieten. En dat volk van de Amalekieten, die hield rooftochten. En dat volk van God, dat was nog maar net door de Schelfzee heen. En die rooftocht van de Amalekieten begon aan de achterhoede van het volk van God
hun aan te vallen. Zo verschrikkelijk slecht. Als er vroeger een oorlog was, dan was het de voorkant tegen de voorkant. Maar zij lagen in een hinderlaag. En toen dat volk bijna helemaal voorbij was, begonnen de Amalekieten het volk van God aan te vallen aan de achterkant. Waar de gezinnen met kinderen liepen. Waar de zieke mensen liepen. Waar de mensen liepen die niet zo snel mee konden komen. En daar werd het volk van God aangevallen. Nou moet je weten, dat kun je overal lezen in de Bijbel. Als iemand een kind van God aanvalt, dan slaat God dat op in zijn geheugen. Hallo? Dan slaat God dat op in zijn geheugen en God vergeet nooit iets. Wij kunnen dingen vergeten, daarom ben ik met Tineke getrouwd, die weet altijd alles. Als ik het vergeten ben, dan zeg ik, Tineke, hoe was het ook weer? En zij ratelt dat zo op. God heeft mij al 48 jaar een hele scherpe vrouw gegeven. Nou, dat is een geschenk uit de hemel, want ik ben soms niet zo scherp in die praktische dingen, maar zij weet altijd alles. Maar je kan soms dingen vergeten, maar God vergeet, lieve mensen, nooit wat. God slaat het op in zijn brein, in zijn geheugen, als ik het zo mag zeggen. En vroeg of laat, als iemand een kind van God aanvalt, dan komt God met een afrekening. Oorzaak en gevolg. Hij vergeet het nooit. Wat wil dat voor mijn persoonlijke leven zeggen? Als ik een keer aangevallen word, of mensen spreken slecht over mij, of die bakken mij een poets. Mijn God is mijn rechter. Kom op, probeer een beetje mee te doen. God is mijn rechter, wist je dat? En vroeg of laat, dat hoef ik zelf niet te doen, ik hoef niet naar een rechtbank te vliegen, ik hoef geen advocaat te bellen. Vroeg of laat komt God zelf klaar met iemand die mij te na komt. Wat geeft dat een rust en wat geeft dat een vrede? Altijd zal God opkomen voor mij. Heeft hij beloofd bij mijn wedergeboorte? Hij zei, kom, moet je luisteren. Als je mij volgt, dan volg ik jou. En ik zal altijd voor je opkomen. En ik zal je altijd door moeilijkheden heen helpen. En toen ik tot bekering kwam, toen dacht ik, nou heb ik het gevonden. Let niet te veel op dat verbandje, want ze hebben een kleine reparatie moeten uitvoeren. Maar dat is nou eenmaal zo. Maar toen ik tot bekering kwam, toen dacht ik, nou zijn alle problemen afgelopen. Ik kan op de bank gaan liggen en de gebraden kippen vliegen mijn mond in. Ik dacht, nou heb ik het gevonden. Maar de volgende dag begon het pas. Maar goed. God zal altijd voor zijn kinderen opkomen. En vroeg of laat, wat ik al zei, houdt God een afrekening. En God was dat gebeuren bij die Schelfzee, dat zijn volk werd aangevallen, is God nooit vergeten. En dit verhaal van 1 Samuel 15 en Genesis in het begin, dat volk uit dat land geleid werd, daar zitten honderden jaren tussen, misschien wel duizend, maar God vergeet dat niet. God is dat niet vergeten. Jij kan denken van wat een ellende en wat een toestand, en moet je eens kijken wat mensen mij aandoen, lieve mensen. Kom in de rust, God vergeet het niet. God gaat voor je opkomen. God gaat dingen rechtzetten. Door omstandigheden raakten wij in de bijstand en we dachten van, hoe kom ik hier ooit weer uit? Ik zal je vertellen, ik heb nu een beter leven als ooit. Hallo? Ik heb een beter leven als ooit. Waarom? Omdat God dingen rechtgezet heeft. Omdat God de kaalvreter een kopje kleiner heeft gemaakt. Wat de kaalvreter van ons heeft gestolen de afgelopen 10 jaar, dat is hij dubbel en dwars aan het vergoeden. Hallo! Ja. Waarom? Omdat hij God is. Omdat hij mijn redder is. Omdat hij mijn rechter is. Omdat hij altijd het beste met me voor heeft. Als jij vandaag hier zit en je zit in een financiële dip, maak je niet druk. Leef volgens de principes van God. Vandaag of morgen gaat hij je eruit trekken en dan gaan er dingen gebeuren waarvan jij helemaal nog niks weet. Maar dit speelde dus in 1 Samuel 15. En dan is er nog iets. Het volk van God,
die keek te veel naar de volken om zich heen. God had ervoor gekozen om het volk te leiden door richteren. Je kan het overal lezen in het Oude Testament. Maar het volk begon te jeremiëren en die zei tegen de profeet Samuel, toentertijd kwamen de boodschappen van God door een profeet, nu hebben we zelf de geest ontvangen en kan de Heilige Geest tot mij persoonlijk spreken en tot u. Maar toen kwamen de boodschappen van God door een profeet. En het volk begon te jeremiëren. Ja, de omliggende volken hebben een koning. Wij willen ook een koning. Als je je focus niet meer richt op God en je kijkt naar je buren, je kijkt over het hek naar de andere kant, dan ga je in de verleiding komen om te denken, ik wil hetzelfde hebben als wat hun hebben. Maar misschien heeft God wel het beste voor jou voor ogen. En ligt niet aan de andere kant van het hek. En ze bleven zo doorzeuren dat God op een gegeven moment tegen Samuel zei, oké, dan zal ik ze een koning geven, maar dan moeten ze het zelf maar weten. Met andere woorden, God had iets geweldigs voor het volk in petto, maar ze kozen voor het minst beste. En dan gaan we lezen. In 1 Samuel 15, vers 2 beginnen we, nou mag ook vers 1. Samuel zeide tot Saul, mij heeft de Heere gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Nu dan, luister naar de woorden des Heren. Zo zegt de Heere der Heerscharen, ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan. Hier heb je, daar gaat God terug naar het moment van de Schelfzee. Hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld toen het uit Egypte trok. Ga nu heen, versla Amalek, sla al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap. Kamelen en ezel. Dat was de opdracht die koning Saul, die net gezalfd was tot koning, als eerste van God kreeg via de profeet Samuel. Als God een opdracht geeft, is hij altijd heel duidelijk. Als God een opdracht geeft, zijn er geen vraagtekens. Dan is het gelijk kant en klaar. Dan is het 100%. Hoef je niet aan te twijfelen, moet je gewoon in actie komen. Als God zegt ga, dan moet je gaan. Als God zegt, maak een enveloppie voor een buurvrouw die niks hebt van 100 euro, dan ga je gewoon naar de Primera of naar je bank, dan pin je 100 euro en dan breng je dat. Hebben we vele keren moeten doen, de afgelopen jaren. En we zijn zelf nooit een euro tekort gekomen. Maar wat deed koning Saul? Koning Saul die begon zijn eigen interpretatie te geven aan de opdracht van God. Heel veel mensen ontvangen een opdracht van God, maar die brengen hun eigen interpretatie erin. En dat is nou net wat je niet moet doen. Zijn karakter begon hem in de weg te staan. God zei duidelijk, ga naar dat Amalek, naar dat volk, wat zo slecht voor mijn volk is geweest, en maak ze allemaal een kopje kleiner, brand die huizen plat en roei dat hele volk uit. Bij God is het altijd heel rigoureus, 100%. Heb je je voorgesteld wat Samuel soms voor boodschappen moest brengen? Je zal maar die profeet wezen die erop uitgestuurd wordt. Hoe moeilijk is het soms voor leidinggevende mensen om iemand te corrigeren? Christenen hebben altijd hele lange tenen. Zijn snel op hun teentjes getrapt. We hebben het zo vaak meegemaakt. Als je een correctie moet uitspreken, vliegen ze onmiddellijk naar een andere club. En Saul begon zijn eigen interpretatie te geven aan een geweldige opdracht van God. Dan gaat Saul met zijn leger op weg en dan lezen we in vers 9. Saul echter en het volk spaarden Agag. Het eerste wat God zei, je moet die koning uitschakelen. Maar wat doet Saul? Die laat die koning leven. En dat heeft een vreselijk gevolg verderop in de Bijbel. En hij spaarde het beste van het kleinvee en van de runderen. Ook het naastbeste, verder de lammeren. Kortom, al wat waardevol was. Hij had dus geblik gericht
op waardevolle spullen. Nou, mijn vraag vandaag aan jou, aan jullie is, waar is je blik op gericht? Is je blik gericht op waardevolle spullen? Is je blik gericht op weet ik veel wat waarde kan hebben? Ik hoef het allemaal niet te noemen. Of is je blik nog steeds gericht op God? En dat is de grote vraag vandaag. Soms kunnen mensen zo afgeleid zijn. Maar ik zeg wel eens tegen Tineke. Zijn we elke dag scherp om de bezuin van Jezus te horen als hij weder zal komen? Of zitten we vast of zijn we bezig met al die aardse dingen? Jezus zei al heel snel tegen zijn discipelen. Bedenk de dingen die boven zijn. En waarom zei hij dat? Ook vandaag zegt hij dat tegen ons. Bedenk de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen met eeuwigheidswaarde. Bedenk niet de dingen die door vuur verbrand zullen worden. Ik weet nog goed dat ik in de Levensstroom mijn eerste nieuwe auto kon kopen. We hadden ons huis in Wieringenwerf verkocht. We gingen 100 kilometer verplaatsen en ik hield een groot stuk geld over. En ik dacht, nou kan ik eindelijk een nieuwe auto kopen. Ik had altijd van die tweedehandsies gereden. En ik kocht een splinternieuwe auto. Een Golf TDI met alles erop en eraan. Wat je maar kon bedenken zat erop. En ik reed daar met die nieuwe auto. En op een dag zei André zijn vader. Ga naar die mevrouw in Leiden, want die heeft gebed nodig. Spreek met haar en bid met deze mevrouw. Dus wij in die mooie nieuwe Golf door Leiden heen. Helemaal geweldig, helemaal gefocust op die nieuwe auto. En we waren klaar met dat gesprek en we hadden met die mevrouw gebeden en we hadden haar een beetje op kunnen fleuren. En ik stap in die auto en waar ik niet om gedacht had, is dat we hem in een parkeervak hadden gezet. Moet je nagaan, een splinternieuwe auto met 80 kilometer erop. Dat er om die boompjes op dat parkeerterrein van die leuke ronde stalen ringen allemaal zijn. En ik draai hem uit het... Iemand begint al te lachen en bedankt hè. En ik draai hem, heb je het ook een keer gehad? Ja, precies. En ik draai hem uit dat parkeervak en die hele linkerkant beschadig ik. Ik kon wel janken. En ik kom terug bij de kerk en een oudere medewerker, Jan van der Horst, die zijn hele verdere leven daar als vrijwilliger heeft gewerkt. Ik kom heel beteuterd binnen en hij zei tegen me, Ko, wat is er aan de hand? Ik zeg, je wilt het niet weten. Hij zegt, vertel. Ik zeg, ik rij met die nieuwe auto uit de parkeervak in Leiden en ik beschadig die splinternieuwe auto helemaal aan de linkerkant. Hij zei, het is niet erg, want hij is toch bestemd voor het vuur. Hallo? Hallo? En hij zei het zo verschrikkelijk droog, ik begon ook gewoon te lachen. Gelukkig was ik alris verzekerd, dus het werd allemaal geregeld. Maar hij maakte een opmerking die mij aan denken zette. Waar is onze focus op gericht? Waar ben je mee bezig? En heb je in de gaten in welk tijd van leven we zitten? We zitten vlak voor de wederkomst van Jezus. En wat doe jij daarmee? Is jouw focus gericht op de mensen die Jezus nog niet kennen? Of is jouw focus alleen maar gericht op spullen, op geld, op goederen, op nog beter en nog groter? En natuurlijk, ik zeg niks, ik gun jullie allemaal paleizen en grote auto's, allemaal. Als dat een zegening van God is, vind ik het allemaal prima. Maar laat je focus niet alleen op die spullen gericht zijn. En koning Saul was gericht op waardevolle spullen. Een prediker zei een keer tegen mensen in de zaal, die net tot bekering kwamen, nu moet je je huis opruimen. Je moet alle occulte spullen en occulte schilderijen gaan verbranden en wegdoen, want God wil reinheid en zuiverheid ook in de huizen waar je woont. En die mensen gingen naar huis en die man haalde een occult schilderij van de muur, wat heel veel waard was. En wat deed hij? Heel slim. Hij maakte in de schuur een rails met een gordijn en alle waardevolle spullen. Het ging hem aan zijn hart om het te vernietigen, maar hij zette het op de plank in de schuur en het deed het gordijn dicht.
De week daarna kwam hij in de samenkomst en diezelfde spreker, ik was erbij, die zei in de zaal, terwijl hij die mensen zag, de schuur hoort ook bij het huis. Hallo? Over scherp gesproken. Maar Saul was gericht op waardevolle spullen. Waar ben jij op gericht? Waar is jouw focus op? Nog een ander verhaal uit de Bijbel. Om het even nog scherper te maken. 2 Korinthe 5. Er was een groep mensen uit een land van Aram op rooftocht in Israël en die namen een jong meisje mee, een jonge vrouw. En terwijl ze daar terugkwamen in het land van Aram, was er een zekere Naaman en die wordt 's morgens wakker, een legeroverste, en die zit helemaal onder de zweren. En dat meisje, dat Joodse meisje, zegt tegen die Naaman: was u maar in ons land, want daar leeft een profeet genaamd Elisa. Als die zijn handen op zieke mensen legt, dan worden ze terstond genezen. En die Naaman, het haakt in zijn gedachten. En op een zekere dag denkt hij: maar hoe kan ik dat land binnenkomen? Ik laat een brief schrijven aan de koning van Israël. En dan kom ik dat land binnen en dan bezoek ik Elisa. Lang verhaal kort, hij gaat met een rijtuig met zijn bediende naar Elisa toe in het land Israël. En dan komt hij bij Elisa. En Elisa, heel geestelijk, dat zullen we straks nog lezen, die stuurt Gehazi zijn knecht naar buiten. En daar is Naaman al helemaal niet over te spreken, want die dacht, strak komt die profeet uit Israël naar buiten, die strijkt een paar keer over die zweren en dan ben ik rein. Niets van dat alles. Hij zegt, Elisa zegt, zeg tegen die Naaman dat hij naar de Jordaan moet gaan, dat hij 7 keer kopje onder moet dompelen en als hij de 7e keer boven komt, zijn alle zweren weg. Is hij helemaal betoeterd, zegt die Naaman, je denkt toch niet dat ik in die Jordaan ga zwemmen, dus hij stapt in zijn rijtuig en die rijdt weer weg. Zegt er na een paar honderd meter een bediende van hem, stel dat het waar is wat die Elisa tegen u of die Gehazi tegen u gezegd hebt. Hij bedenkt zich, hij gaat terug naar de Jordaan, hij gaat 7 keer kopje onder en bij de 7e keer helemaal schoon. Hij staat stom verbaasd naar zijn eigen lichaam te kijken. Hij denkt, hoe is het mogelijk? Hij gaat met zijn bediende in dat rijtuig terug naar het huis van Elisa, want hij heeft allemaal geschenken bij zich. En dan zegt hij tegen die Gehazi, roep die Elisa eens naar buiten. Elisa komt naar buiten. En hij zegt, ik heb allemaal geschenken voor u. Ik heb zilverlingen, ik heb dekens, ik heb huiden, ik heb geschenken. Ik heb van alles meegenomen, omdat ik dankbaar ben. En dan zegt Elisa, je hoeft niks te betalen, want genezing is gratis. Genezing is gratis. En toch gaat Naaman, teleurgesteld, met dat rijtuig, met al die geschenken weer weg. Gehazi, die heeft dat allemaal gezien en allemaal gehoord. Gehazi, ook weer een karakter wat niet op het koninkrijk van God gericht was, maar op waardevolle spullen. Die dacht, hoe kan ik zo snel mogelijk die waardevolle spullen uit dat rijtuig in mijn huis krijgen? Dus die begint te rennen achter die koets aan, achter dat rijtuig. Een van de mensen van Amal zegt, ik denk dat ik iemand aanzie komen. Het lijkt die knecht wel van Elisa. Dat rijtuig dat stopt, Gehazi komt dichterbij. En wat je merkt, als mensen verkeerde karakter trekken, als ze daarna gaan luisteren, dat ze ook heel snel kunnen liegen. Hallo? Mensen gaan heel snel liegen om zichzelf goed te praten. En Gehazi verzint een list. Hij zegt, er zijn bij Elisa net 2 gasten gekomen. We hebben wel wat spullen nodig, dus ik wil graag alsnog die geschenken bij u in ontvangst nemen. Nou, dat neemt hij allemaal mee en dat verstopt hij in zijn huis. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Ja. Zei Korinthe? Nee, het was koningen. Ja. En dan moet je kijken wat er gebeurt, over geestelijk gesproken. Sommige mensen zeggen, de Heilige Geest was er in het Oude Testament nog niet. Maar laat je niks wijsmaken. De Heilige Geest was er al aan het begin van de Bijbel. Toen God de aarde ging scheppen,
Toen staat er al in Genesis 1, de Heilige Geest zweefde over de wateren. Dus die Heilige Geest is er altijd geweest. En het is ja wat je zegt, hij is nog niet in mensenharten uitgestort. Maar dat is pas met Pinksteren gebeurd. Maar de Heilige Geest was er wel degelijk over de mannen en vrouwen van God. En dan komt die valse knecht, die komt binnen, Gehazi, bij Elisa. En nadat hij binnengekomen was, 2 Koningen 5, vers 25, voor zijn heer was gaan staan, vroeg Elisa hem, van waar Gehazi, waar kom je vandaan? Opnieuw een leugen. Dan zegt hij, ik ben nergens geweest. Ik kom nergens vandaan. Ik ben nergens geweest. Maar dan zegt Elisa, ben ik in de geest niet met u meegegaan? Hallo? Elisa werd dus kennelijk zo door God gebruikt, dat God hem op afstand dingen liet zien. En hij zegt, ben ik niet met u meegegaan in de geest? Toen die man zich omkeerde van zijn wagen af, u tegemoet, was het wel tijd om al dat zilver aan te nemen? Ik heb even teruggekeken. Het aantal zilverlingen wat die Naaman bij hem had, was omgerekend 2 miljoen euro. Dus hij was helemaal gefocust op die zilverlingen, op die geschenken. Hij was helemaal gefocust op die waardevolle spullen. En hij vergat dat hij als knecht bezig was in het koninkrijk van God. Hij vergat dat helemaal. Zijn karakter begon hem in de weg te staan. En dan komt op een gegeven moment Elisa met een uitspraak. Daarom zal de melaatsheid van de Aman u en uw nakomelingen aankleven. Met andere woorden, alle kinderen die nog uit je voortkomen, alle kleinkinderen die uit je voortkomen, alle familie die nog uit je voortkomt, zullen geboren worden met zweren. Afschuwelijk. En Saul, omdat hij zo ongehoorzaam was geweest, ook Saul begon te liegen. Samuel komt bij hem en dan zegt hij tegen Saul, wat heb jij gedaan? Zegt Saul, ik heb niks gedaan. Ja, maar wat is dan het geblaad van al die beesten? Je zou toch alles af moeten maken? En dan begint hij te liegen. Dan zegt hij, ja, het volk. Met andere woorden, hij probeert zijn daad weer op anderen af te schuiven. Dat zie je aan het begin van de Bijbel ook al, bij Adam en Eva. Dan loopt God in de avondkoelte en dan zegt hij, Adam, waar zit je? God wist al lang dat hij zich verstopt had achter de struiken. Maar dan komt Adam tevoorschijn en dan zegt God, waarom hebben jullie gegeten van die vrucht die ik jou verboden had? En dan zegt Adam onmiddellijk, ja, het komt door die vrouw die u mij gegeven hebt. Gelijk de schuld afschuiven. Zie je bij heel veel mensen, als ze iets stoms gedaan hebben, dat ze proberen altijd heel snel de schuld op een ander te schuiven. En dan zegt Samuel de vreselijke boodschap. Op één dag, er zal oorlog zijn met de Filistijnen, en op één dag zult u en al uw zonen op die ene dag sterven. En precies gebeurde dat. Precies op die dag. Nou wil ik even het omschakelen naar ons eigen leven. Met dit verhaal. Dat we zo snel geneigd zijn om keuzes te maken die ons afleiden van de focus op God. En de focus op zijn koninkrijk. En daarom wist God dat wij de Heilige Geest in ons nodig zouden hebben om ons te leiden en te sturen dagelijks, om ons bij de les te houden, om ons alleen maar te richten op Jezus en op zijn koninkrijk. En als we die Heilige Geest niet de ruimte geven en we gaan onze eigen verlangens achterna, dan maken we de verkeerde keuzes. En daarom is die Heilige Geest voor ons zo ontzettend belangrijk. Ook Jezus leefde in volkomen overgave aan de Vader. Hij zei op een gegeven moment, niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
Hij leefde in volkomen overgave aan God. En daarom is het belangrijk om elke morgen, elke dag, ons leven aan God toe te vertrouwen. Om te zeggen, Heer, u mag uw gang gaan. U mag doen wat u wilt. Ik las een verhaal van een jonge evangelist in Amerika. Die was een boodschappenlijstje aan het maken. Om naar de supermarkt te gaan en zijn wekelijkse inkopen te doen. En hij liep in de supermarkt en de Heilige Geest begon te spreken. Hij zei, zie je die mevrouw in die scootmobiel? Hij zei, ja. Loop erheen, vertel haar over mij en ga voor haar bidden. Ja, maar Heer, zei hij, ik ben met mijn boodschappen bezig. Ja, maar Jan, moet je juist naar die mensen die je tijdens het boodschappen doen tegenkomt. Oké, dus hij loopt naar die mevrouw in die scootmobiel. En hij zegt tegen die mevrouw, mevrouw, ik geloof in een God en ik geloof in zijn zoon Jezus die u kan aanraken vandaag. Vindt u het goed dat ik voor u ga bidden? Nou, ze zegt, ik geloof er niks van, maar als jij denkt dat het goed komt, je gaat je gang maar. Dus die jonge evangelist uit Amerika, die pakt die handen van die mevrouw in die scootmobiel en die begint krachtig te bidden. En terwijl hij daar aan het bidden is, lopen er een aantal mensen naar het kantoor van de bedrijfsleider en die knokken op die deur. En die bedrijfsleider die zegt, halleluja, geweldig, hier heb ik al jaren voor gebeden dat het zou gebeuren. Dus die loopt naar het honden- en kattenpad waar die vrouw staat. Ik noem maar wat, je moet toch een pad noemen van een supermarkt. Het zou ook net goed de drankafdeling kunnen zijn. Of de frisdrank, of weet ik veel wat. Of waar de slaatjes allemaal staan. Maar hij loopt daar naartoe en die jonge evangelist zegt tegen die mevrouw, voelt u al wat? Ze zegt, ja, mijn voeten beginnen te tintelen en die doen het al heel veel jaren niet meer. Hij zegt, kom op, laten we bidden. Die bedrijfsleider erbij. En op een gegeven moment gaat het zover dat die mevrouw doet voorzichtig uit die scootmobiel de eerste stappen. En hoe meer ze bidden, hoe beter ze begint te lopen. Die bedrijfsleider die holt naar zijn kantoor en die pakt een microfoon. En die zegt, lieve mensen, vandaag is Jezus in mijn supermarkt. En als u genezing nodig hebt, bij kassa 5 zit een jonge evangelist. En die gaat voor u bidden, want zojuist is er een mevrouw uit de scootmobiel opgestaan. Vind je dat nog niet geweldig? Die jongen die vergat, vaak vergeten wij waar wij op gefocust moeten zijn. Vaak vergeten wij dat Jezus ons overdag juist in onze dagelijkse situaties wil gebruiken. Hij gebruikt je niet alleen hier op zondagmorgen of straks nog een keer op woensdag. Hij wil je 24/7 inzetten in zijn koninkrijk, zodat als straks Jezus zal wederkomen, er zoveel mogelijk mensen met hem mee zullen gaan. Hallo? En ik hoop, als je deze boodschap hoort vandaag of ziet, waar staat die camera? Hallo mensen thuis. Ik hoop dat als je deze boodschap hoort, dat jouw focus op Jezus zal zijn. En dat je focus niet zal zijn op je werk of op omstandigheden of op je geld of op een groot huis. Maar dat je gefocust zult zijn op Jezus en het werk wat Hij door jou heen wil doen. Ik was in Suriname vele jaren geleden. We gaan binnenkort in september voor de 10e keer heen. En het is geweldig om in het land rond te mogen reizen. Ik heb een paar flyertjes meegenomen. Als u zegt, ik wil jullie wel helpen, kom straks naar me toe, dan krijg je een flyertje van me mee en daar staat alles op. Elke euro is welkom. Maar ik was daar uitgenodigd om te prediken in een kleine gemeente. En ik ging daarheen met mijn chauffeur en daar zat een, achteraf was het een dakloze man op een bankje, 20 meter bij de kerk vandaan. En alle kerkmensen liepen er langs, liepen er allemaal langs. En op een gegeven moment hoorde ik een stem, die man. Waarom gaat niemand naar die man? En ik zei tegen mijn chauffeur, hier heb je mijn tas, ga naar binnen, ik kom straks. Wat dan? Ik zeg, ik kom straks. Ik ging naast die man zitten. En die man die kijkt me aan. Die zegt, ik zit hier al zoveel maanden, u bent de eerste die naast me komt zitten. Hij stonk een uur in de wind. Ik denk dat hij al weken niet gedoucht had, maar ik zeg, heb je al koffie gekregen? Hij zei, ik krijg hier nooit wat. Ik zei, wacht. Ik die kerk in. Naar de koffietafel.
Ik zeg, mag ik een kop koffie? Ja, ik zeg, dan heb je al brood gesmeerd? Ja, ik zeg, geef ook 2 broodjes. En ik dan mij naar buiten. En ik ga weer naar die man. Die man begint onbedaarlijk te huilen. Hij zegt, u bent de eerste van al deze mensen die eindelijk eens aandacht aan mij besteedt. Weet je hoe belangrijk aandacht aan mensen is? Hoe vaak zit jij in de bus of in de trein en zitten we 3 kwartier stommetje te spelen? Als ik in de trein zit of in de bus, en dat gebeurt niet zo vaak meer, maar voorheen, ik kan nooit mijn snavel houden, wist je dat? Er zei een moeder met een paar kinderen in de trein, wat is het hier mooi in deze omgeving? Ik zei, dat heeft mijn vader allemaal gemaakt. Ze zegt, mijn vader gemaakt? Ik zei, ja, ik geloof in God die alles maakt. Wat is het mooi, hè? Ja, als je het zo ziet, het is erg mooi, zei ze. Maar er haakt iets aan in die vrouw, haar gedachten, die ze nooit meer kwijtraakt. Je moet iets zeggen tegen die mensen wat ze in hun gedachten mee kunnen nemen. En wat in hun gedachten aanhaakt, waardoor ze op zoek gaan naar echte vrede. Waardoor ze op zoek gaan naar echt geluk. Waardoor ze op zoek gaan uiteindelijk naar Jezus. En deze man is uiteindelijk daar in die kerk beland. Ik zei, wil je mijn boodschap horen? Hij zei, wie ben jij? Ik zeg, ik ben de prediker van vandaag. Een prediker, zegt hij. Ik zeg, ja, ik kom uit Nederland en ik kom op verschillende plekken prediken en voor mensen bidden. Hij zei, dan mag ik naar binnen? Ik zeg, natuurlijk, kom mee. Ik liet hem daar op de voorste rij zitten, heb zijn ogen uitgekeken. En toen ik een oproep deed om Jezus aan te nemen, kwam die man huilend naar voren. Hij nam Jezus aan. Waar is jouw focus op gericht? Als je morgen bij de bus staat. Als je morgen op je werk bent. Misschien werk je op een kantoor of in een fabriek. Je werkt daar al 1,5, 2, 3 jaar, misschien al 17 jaar. En niemand weet iets van jou. Er werkt dus 5 mensen 5 jaar al aan dezelfde werkbank in een machinefabriek. En na 5 jaar zei die collega, oh, ben jij een christen? Wat geweldig, na 5 jaar. Wij kwamen in ons nieuwe huis wonen en we hadden de spullen erin gezet. En ik liep naar de buur en ik druk op de bel. Ze zegt, oh, u bent een nieuwe buurman. Ik zeg, ja buurman, we zijn christenen. Ik zeg, we bidden elke dag en we lezen de Bijbel. En als u een keer in nood bent, u heeft iemand nodig, moet u bij mij op de bel drukken. Fijne dag verder. En bij de andere buurman precies hetzelfde. En ik druk op de bel en het is hetzelfde ritueel. Hij zegt, nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zeg, alles moet de eerste keer zijn. Maar wat doe jij? Wat doe jij? Als we straks in de hemel komen, of als we straks Jezus ontmoeten, weet je wat hij het eerste aan je vraagt? Wat heb je met mij en met mijn koninkrijk gedaan? Ja, sorry heer, ik ben geheim agent geweest. Wist je dat? Een heleboel christenen zijn geheime agenten. Jonathan zijn vader. Mijn beste vriend. 23 jaar lang. Zijbrand. Nog niet zo lang terug begraven. En dan word ik een beetje emotioneel. Hij heeft zijn hele leven, sinds hij tot bekering kwam, niets anders gedaan als over Jezus spreken. Wist je dat? Als ze op business gingen, hij en zijn jongste zoon om een keukenblad te verkopen. Hij zei, we gaan rustig naar binnen. En als er een gelegenheid is, dan zal ik ze iets vertellen. Hij moest voor zijn slecht nieuwsgesprek naar het ziekenhuis. Hij ging alleen. Ik weet niet of je het gehoord hebt en die arts komt binnen. Ik heb een slechte mededeling voor u. Dus zei hij tegen die arts, voordat u uw verhaal gaat doen, mag ik u iets vertellen? Had die dokter nog nooit meegemaakt. Die zou hem vertellen dat hij slokdarmkanker had en dat hij waarschijnlijk binnenkort dood zou gaan. Zijbrand zegt, nee, ik wil eerst u iets vertellen. Weet u, als u vandaag zult sterven waar u heen gaat, dan zegt die dokter, nee. Nou, hij zegt, die keuze kan je vandaag maken om te ontdekken wie God is, maar ook als je iets overkomt waar je straks naartoe gaat. Oh, zei die dokter, heb ik nog nooit gehoord. Nou, zegt Zijbrand, heel eenvoudig, we bidden samen het zondaarsgebed. En als je dat gebeden hebt en je hebt je hart aan Jezus gegeven, dan ben je behouden voor de eeuwigheid. Oh, zei die dokter, dat wil ik wel. Hij heeft in zijn behandelperiode in het ziekenhuis minimaal
10 mensen tot Jezus gebracht. Wist je dat? Geef God een applaus. Geweldig. En dat is onze focus, lieve mensen. Als zonen en dochteren van God, dat moet onze focus zijn. En niet alleen zeggen, ja, ik ben geen evangelist en laat die het maar doen. Jij op je eigen plekje, jij op je simpele manier, jij met je kaartje door de brievenbus, jij met een bezoekje met een bloemetje aan een zieke moeder of een zieke buurvrouw. Wij kunnen van levensbelang zijn, wist je dat? En sinds ik tot Jezus ben gekomen, die avond zal ik nooit vergeten. Ik had een vreselijk ongeluk met mijn vader meegemaakt. 7 jaar lang heb ik geroepen naar de hemel. Was mijn vader kwijt. Ik was mijn houvast kwijt. Mijn fundament van de familie was weg. En op die avond, ik werd meegevraagd door een Argentijnse vriend. Naar Petten in een samenkomst. Ik had er nooit van gehoord. En ik kwam onder het gehoor van Jaap en Zwaantje Kooi. Jaap is al bij de Heer. En die avond gebeurde er iets bijzonders. Ik viel op mijn knieën. Hij zei, die jongen achterin met die blauwe trui. De dienst was eigenlijk al afgelopen. Kom eens naar voren, want God wil iets tegen je zeggen. En hij noemde 3 dingen die Jaap Kooi nooit kon weten. Ik kwam later thuis en ik zei tegen Tineke, heb jij soms stiekem met Jaap Kooi gebeld? Want ik wist niet wat profetie was. En hij zei, je hebt een vreselijk iets in de familie meegemaakt. Je hebt God de schuld gegeven. Je bent bij God weggerend. Maar God wil je vanavond aanraken en hij wil je terugbrengen. In zijn liefde, hij wil je terugbrengen in zijn genade. En hij wil je graag ontvangen. Maar dan moet je Jezus aannemen als je redder en verlosser. Ik was opgegroeid in de griffen met de kerk. Had er nooit wat over gehoord dat je wederom geboren moest worden. En ik viel op mijn knieën. En wat er toen gebeurde, er kwam een schokgolf van vuur door mijn lichaam. En ik begon te trillen en te shaken en ik wist niet wat er gebeurde. En ik kwam s'avonds, s'nachts om 1 uur, bracht die Argentijnse vriend me weer thuis. En ik was mijn sleutels vergeten. Ik druk op de bel, Tineke doet open en die zegt, hé, wat is er met jou gebeurd? Hebben jullie soms in de kroeg gezeten, zei ze. Want ik danste en ik jumpte en ik zeg, lieverd, ik heb het gevonden. Halleluja, ik heb het gevonden. Ze dacht bij zijn eigen, die is gek geworden. 3 maanden daarna koos ze ook voor Jezus. En gingen we samen het doopbad in.